Goedemorgen allemaal, daar ben ik weer. Helaas zonder Mirjam. Mirjam is een beetje ziek. Ze had pijn in de keel en ze moest hoesten. Toen had ze naar de dokter gebeld en de dokter zei: Mirjam, jij mag even niet gaan werken, want dan maak je Anne misschien ook wel ziek. En dan kan er niemand knutselwerkjes maken. Dat is geen goed plannetje. Blijf maar even lekker thuis, tot je weer helemaal beter bent. Daarom hebben wij donderdag ook geen leuk filmpje voor jullie. Want ik ben natuurlijk maar alleen. Maar misschien volgende week weer wel. We geven Mirjam een dikke kus en hopen dat ze snel weer beter wordt. Maar wat heb ik dan wel voor jullie? Natuurlijk het knutseltasje. En wat zit erin? Een pakketje, zo aan elkaar gemaakt. Een potje met lijm natuurlijk en het kwastje. Een mandje met vulling. En een paars strookje. Wat kan je ermee doen? Deze zitten er nu nog even vast aan, gemaakt met de paperclip, maar die halen we los. En die kan je kleuren. Dit zijn de handen van de paashaas. Dit zijn zijn grote poten van de paashaas. Dit is natuurlijk zijn hoofd. En dit is het mandje. Dat mag je allemaal kleuren. Als je het gekleurd hebt, dan vraag je even of de papa en mama wil helpen om het in elkaar te zetten. Dat is een beetje lastig. Ik heb het natuurlijk voor jullie al gedaan. Op het mandje staat geschreven: plak hier een voetje. Nou, kijk, ik heb ze vastgemaakt. Hier zitten de twee grote voeten van de paashaas. Aan de zijkant zitten stippenlijntjes, staan stippenlijntjes op. Moet mama even een knipje in doen, dan kan je het gekleurde handje erin stoppen. Dat is misschien een beetje moeilijk, maar mama kan het vast. Dan maak je het hoofd van het konijntje aan de binnenkant vast van het mandje. Dan lijkt het net een hele dikke, luie paashaas. Want hij ligt in het gras met zijn pootjes omhoog en zijn armen lekker in het gras. Als je klaar bent en alles is droog, dan mag je de vulling en die stop je in het mandje. Kijk. En jullie weten waarschijnlijk nog, als je het filmpje hebt gezien van de paashaas, dat de paashaas een lekker ei voor jullie heeft gevonden. Die zit ook in het tasje. Kijk. En die stop je dan in het mandje. En misschien zit er nog wel iets meer in het tasje. Dat moet je even afwachten. Als je het leuk vindt, zit er dus een strookje in. En aan de strookje zitten 5 kuikentjes vast. Die mag je vast gaan plakken. En als je dat makkelijk vindt, kan je dan zo het handvatje aan het tasje maken. Zodat je het makkelijk kan dragen. Dat moet niet, dat mag. Je mag het ook gewoon zo en op de kast laten staan. Er zit ook nog voor jullie een velletje stickers bij. Die kan je overal opplakken, waar je maar wil. Behalve op de tafels en stoelen van papa en mama natuurlijk. Die zitten ook in het tasje. Ook hebben wij voor jullie natuurlijk een paasliedje. En dit keer over de eitjes van de Pasen. Dit zit ook in jullie mandje. Het liedje van het hele grote paasei. Ik ga het nu voor jullie zingen. Dan pak ik even 1 paashaasje. Maar ik heb er nog 1. Ik heb er 2. Kijk, zie je? En eentje heeft een eitje en de andere heeft de korst. En het liedje gaat zo. Ik zag 2 hazen vlak voor Pasen zitten in een weiland. Met een mandje vol met eitjes, druk aan het verven met zijn bijtjes. Kijk eens hier, kijk eens daar, nu zijn alle eitjes klaar. Gezellig, hè? Dat kan je thuis weer zingen met papa en mama. Ik wens jullie allemaal een heel fijn paasweekend met heel veel lekker mooi weer. En misschien gaat papa en mama ook nog wel paaseitjes voor jullie verstoppen in de tuin. Ik hoor het allemaal graag. En ik zie jullie morgenmiddag bij het ophalen van de tasjes. Heel veel lieve groetjes van Mirjam en van Anne. En hopelijk tot snel. Dag allemaal. Dag lievers. Mwah! And mwah!
2 dikke kussen van de paashazen. Doei doei!